Hè? Hoe kan dit? Ik ben... Ja! Oh, Joost! Oh, Joost mist! Kijk hem dodgen! Dames en heren, jongens en meisjes van Legends of Gaming. Welkom terug bij een gloednieuwe video. En wat voor een video dan ook, dames en heren. We zitten in de Ledge Week. Oh! Heel spannend. Elke dag van deze week komt er een video online. We hebben gisteren natuurlijk gezien dat de Ledge treedt tegen Don en Ronald. Waarin Don natuurlijk gewonnen heeft. En ook heeft gewonnen van de Ledge, waardoor hij een puntje heeft gehaald voor het klassement. Waardoor hij nu op de tweede plek staat met Emreal. Yes! Sorry! Maar Ronald heeft dus geen punt weten te bescoren en zit daardoor ook in de danger zone. Ronald, hoe voel je je, joh? Nee! Flashback! Wow, wat zit je te juichen, toen? het was een zware opname, zware dag, maar ik ben afgekoeld. We zullen het zien hoe de danger zone gaat. Ik ben er klaar voor. Vandaag gaan we natuurlijk ook weer een spelletje spelen tegen de Ledge. De Ledge is er daarom ook weer bij en hij heeft waarschijnlijk een mooi berichtje voor ons. Ik ben benieuwd welke twee Ledges er tegen elkaar gaan strijden. Want stel Emre en Don moeten tegen elkaar, dan kan het zomaar ineens gaan schuiven in het klassement. Maar we gaan het zien. Dus Ledge, heb jij nog zo'n mooie binaire code voor ons? Of gaan we dit keer in andere talen praten? Ik weet het allemaal niet. Ik zie al wat staan, Joost. Het zijn weer eentjes en nulletjes. Oh, Google! Binary to text. Joost, zou je het alsjeblieft heel spannend kunnen vertellen zo? Dat Arvi het super spannend kan editen? Hallo Legends. Wacht. Hallo Legends. Zoals jullie ondertussen al wel... laat me... Ik versprak me, daar is het gelijk in Epic Moment. Take 2. Zoals jullie ondertussen al wel zullen weten, hou ik ervan om mezelf af en toe schuil te houden. Ook vandaag heb ik zin om me eens lekker te verstoppen. Dat stond erachter. Ik daag vandaag uit Joost en Jeremy om mij te vinden in Gmod Proppunt. Oh my god, nice. Oké. Degene die mij in 5 levels het vaakst als eerste weet te vinden, verdient een plekje in de finale maand. Het kan dus na 3 wins over zijn, maar mochten jullie mij allebei niet vinden en ik schat die kans aardig groot, krijgen jullie beide geen punt en gaan we door naar de volgende map. Zo, dat heb ik echt lang niet gedaan, jongen. Zo. Jer, you and me, man. Easy. Easy, oké. Jer, daar zitten we dan. Het oude, vertrouwde Proppunt. Gast, zo leuk. Ik heb echt zin in. Ik bedoel, ik weet dat we aan het strijden zijn, maar ik bedoel, kom op. Het is wel even mooi. Het is even een throwback, toch? Wij moeten de Ledge gaan zoeken, Jer, zo snel mogelijk. Ik ga hem vinden. Wat is de tactic in deze game? Is er überhaupt een tactic? Gewoon juken. Vaak wordt kleine objecten, dat fokt je echt op. Gast, ik weet al zo'n plekje, hoor, waar die heen gaat. Gozer, ik weet nu al waar die heen gaat. Ja, hij is nu aan het rennen, joh. Hij is nu gespand. Hij gaat nu, zeg maar, naar buiten. Dan loopt hij nu de trap op. Gaat hij buiten zitten, denk je, ja? Nee. Hij wordt zo'n vies klein ding. Gaat hij op die rand zitten bij dat raam, weet je wel. Nog 10 secondjes, hè? Ja, dat is eigenlijk best wel weinig tijd om te verstoppen. Nee, joh. Ik vind het spannend. Goeie vibes, Joost. Ja, dat wel. Goeie vibes. Oké, let's go. Oké, even mijn SMG pakken natuurlijk. Of gaan we met de crowbar dingen slaan, weet je wel? Hij moet oprecht die pet weg doen, want... Ja. Hij valt natuurlijk op als die andere er ligt. Ja. Oh, nu is hij het Oh. Oké, volgens mij is de Ledge is volgens mij een bekende speler met Gmod. 100%, want het is niet dat je zomaar weet dat je een sneeuwpophoofd kan zijn. Oh, Jer, jij gaat hem meteen al zoeken. Zo ben jij. Ja, wat doe je dan daartoe? Nee, ik bedoel, je gaat hem meteen vinden, bedoel ik. Oh, ik gooi hem nu al mijn... Oh, dat was niet handig. Geen idee of ik hem al ga vinden. Ik gooi er nu al mijn frag grenade, joh. Dat ik wilde inzoomen, handig. Ik was even vergeten dat het was. Ik was helemaal niet vergeten, want ik wist dat wel, maar oh. Mijn sense staat wel een beetje hoog, maar hey, we hoeven niet... Mijn POV staat heel laag. Pro-gamen. Is het zonder pro-game? Nou ja, Joost, weet je wat het is? Door mij gepraat blijf ik jou een beetje afleiden. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is ook zo. Ja, okay. Ik ben het wel een beetje verleerd. Heb je nog... Ja, weet je moet crouch kunnen jumpen. Weet je dat nog? Heel crouch jumpen? Om op sommige dingetjes te komen. Ja. Oké. Ik kan deze deur open? Deze deur kan absoluut niet open. Oh, Jer, ik vind het... Het is even anders, hoor. Er staan ook een paar dingen waarvan ik denk... Huh? Stond dat er voorheen ook al, maar ja, ik zit ook te kijken. Ik ben deze hele map helemaal vergeten, joh, ook. In zijn totaliteit. Ik denk niet eigenlijk... Ja, ik loop hier nu wel, maar... ik weet wat hij is. Wat is hij dan? Hoe weet je dat? Ja, dat ga ik niet zeggen, maar ik weet wat hij is. Hoe weet je nou wat hij is? Nou,
omdat ik allemaal rotzooi zie liggen. Ja, ik zie ook flink veel rotzooi liggen. Is het niet zo als een koppie? Ja, maar je verliest dus HP als je dus op de verkeerde item schiet. Ja. Dus uiteindelijk als je teveel schiet, ga je dood. Oké, okay, maar de persoon die de prop killt, die krijgt dus een punt dus van deze ronde. Oké, duidelijk. Best of five. Heb jij dat raam geschoten? Ja, heb ik geschoten. Waarom schiet je dat? Ja, omdat ik er doorheen wilde, Jer. Oh, gozer, dit gaat nu al heel lang duren. Oh, jemig. Nou, ik... Oh, wat is dat? Ik ben mijn health kwijt, joh, voor een groot deel. Ik weet het, denk ik. Volgens mij hoor ik zo'n... Hij staat volgens mij geluidjes te maken. Let's zien dat nog eens. Ik hoor niks. Nee, nou doet hij het niet meer, stinkert. Nou, ik hoor het. Oké, dan ben ik niet in de buurt. Ik vind het plekje van de ledge wel slim eigenlijk, hoor. Ja, ik zie ze nog niet eens in de buurt lopen. Nu is het opeens wel slim. Net kraakten we hem nog af. Ja. Nee, maar hij is op een nieuw plekje gaan zitten. Achter een slot hut. Die is in de buurt. Oh jee. Oh, ik hoorde het. Hij deed wat, hoor. Let's, hoor jij het nog? Doe het nog even keertje, joh. Ik heb hem! Nee! Niet! Waarom gaat hij niet dood? Hallo? Joost, dan heb je hem niet. Maar er gaat ook geen health af. Nee, Joost, dat is nou weer net een object die je niet kan zijn. Ja, het is geen prop. Zijn uit stoel. Ja, deze stoel hier. Kijk, sla deze stoel. Oh. Wat? Ledge. Wacht, stil, Joost. Ik word boos. Ja, ik snap het. Ik word boos. Ik word ook boos. Ik word boos. Kan je een stoel worden? Is dat een ding? Ledge, doe nog even zo'n geluidje, man. Doe even geinig. Oh, god. Wat? Zie hem. Spot hem alsjeblieft, Jer. Hij zit achter zo'n heuveltje. Dit is bullshit. We zijn te dichtbij. Ik hoor het. Ik hoorde heel luid, this is bullshit. Hij loopt daar! Joost, niet erop schieten! Ja, ik heb hem! Hij beweegt! Ja, hij heeft hem gezien! Oké. Waarom bewoog hij daar? Wat was hij? Hij was een volleybal met zijn handafdruk erop. Maar hij ging ineens wegrennen. Ik snap ook niet waarom. Dat is heel raar. Ja, dan was het... We waren te dichtbij, joh. Oh, ik zei het. Let's maak zo'n geluidje. En toen hoorde ik ineens heel hard... This is bullshit. Oké, puntje 1 in mijn broekzak. Dit mappie is goed, hoor. Bananen! Yes, 1 euro, 1 euro. Markt. 10 cent. We moeten wel even naar de markt, Joost. Even naar de markt. En dan gaan we als marktkooplieden gaan we even tegen elkaar schreeuwen. En dan gaan we even zoeken, ja. Dat is goed. Even bananen naar elkaar werpen, zeg maar. Nou ja, kijk, weet je wat de tactiek altijd is? Het is... Mm. Je verkoopt je bananen eerst voor 5 euro... En als jij schreeuwt 2 euro, dan schreeuw ik 1 euro. Weet je wel? En zo gaan we de hele tijd lager. Oh, dit is wel slim, want er liggen 2 schoenen en 2 van die blikken. Dus het lijkt alsof het even is. Zie je? Maar deze is vies, man. In Italy zijn er zoveel kleine props. Bananen! Oh, hey, joh. Dat is niet de bedoeling. Oké, bananen! Bananen! 5 euro, bananen, 5 euro. 2 euro, hoor. 1 euro bananen. 90 cent. 10 cent, bananen, 1 cent. Halve cent, voor bananen. Nee, gratis, bananen gratis. Meloen erbij. Jij wint. Oh, yes. Ik gaf gewoon gratis bananen met meloen. Hoor jij die muziek ook? Ja, ik hoor de muziek ook, ja. Is dat een tand of niet? Een beetje, nee, dat is geen tand. Even goed kijken, want deze map is echt heel groot. Hey, en wat gebeurt er als je de prop oppakt die het is? Oh, die kun je niet oppakken. Kun je niet oppakken. Nee. Daarom weet je dat hij het is. Hey, dat is op zich wel chill, want dan hoef je niet te schieten. Ja, het kan gewoon zijn dat hij ergens gaat campen, maar... Kijk, ik schat niet dat dit zo'n loser is, dus... Waarom niet, hè? Een flesje gevonden. Ik schrok van het flesje. Ik dacht dat hij het was. Oké, ik moet maar gaan lopen, denk ik. Sta je nog steeds bij de markt? Ja, ik was wel een beetje de markt aan het onderzoeken. Bananen! Ja, ik kom hier net vandaan, maar het kan natuurlijk... It's so easy, even your kids can do laundry. Hoor je dat? It's so easy. Yeah. Zelfs je kinderen kunnen de was doen. Ja joh, zelfs je kinderen.
dat was een flesje. Oh, ik hoorde muziek en ik dacht dat het een tand was, maar het was gewoon een radio hier. Dat was het. Ik was dus ook heel lang bij zo'n radiootje aan het staan, omdat ik dacht dat het een tand was. Heel vervelend. Het brengt zoveel nostalgie terug, hè, deze level. Dat is echt bizar. Ik ga hem straks weer installeren, na 5 minuten weer aan install. Gaan we even surfen. Even surfen en dan weer deinstalleren. Oh, ja, man. Stop! Oh, ik hoorde touw. Ik hoorde er even niks meer, dus ik dus niet in de buurt. Hey, Legends of the Log, doe nog eventjes zo'n gekke touwtje. Oh. Ja. Jer naast je, kom op. Jer, je hoort me niet, maar naast je. Is dat hem? Oh jezus, hij sprong. Maar dat was omdat... dat was omdat ik erop schoot. Ik denk, hij gaat erin springen. Shit. Is... Hey, Log. Legends, doe even. Oh, stil, ik ben What do you like to play? Pokémon? Huh? What the fuck? What do you like to play? Huh? Hoe kan dit? Ik ben... Ja! Joost! Oh, Joost! Oh, Joost mist! Oh, wat? Kijk een bosje. Nee, Joost! Stop op! Joost! Jij hebt me even Ledge, ren sneller, Ledge! Ik wist dat Joost dat meteen zou weten. 2-0 voor Joost. Bro, ik was waarschijnlijk de hele tijd in de buurt. Mijn aim was bout, die laatste tand had me weer gewoon laten weten waar die zat. Dan loop jij daar en dan... Oh, wauw, wat... Wat fucking lame. Hij zat bij dat trappetje, Jer, op dat schuine randje daar rechts. You know the place. The same old, same old. Damn. Oké, Joost staat 2-0 voor. Dus Joost heeft nog 1 puntje. En dan gaat hij naar de safe zone. Oh, deze is leuk. Dit is misschien... Dit is mijn favorite. Dit is met die merch stand en die schildpadden. Ja, dit is mijn favorite. Oké, daar gaan we. Nou ja, tenminste, we moeten nog even wachten. Ja, even wachten. Ik hoop dat hij eigenlijk zo'n marktkraampje wordt en dat hij vast zit. Dat gebeurt wel eens, ja. Hey, ik raam het uit. Laten we gaan. Is dat tijd nu, hè? Het is nu tijd. Even kieken. Nou, de kraam staat op zijn plek. Ik vind ten eerste dat we de kraampjes moeten checken. Ja, oké, alles op tillen. Ik neem even een hoedje mee. Wacht, blijf staan, Joost. Joost, Drijssel. Blijf staan. Ja. Is hij mooi? Je had hem echt gewoon voor mijn gezicht hangen, trouwens. Ik vind dit wel een opvallende prop. Deze is best wel goed, maar het probleem is... De prop weet niet hoe die staat. Je kunt... hij draait wel mee, maar dat... Je kunt nog steeds heel vaag staan voor de anderen. Oké, ik neem deze mee voor geluk. En ik dan neem ik zo'n petje mee. Met pijl of schildpadden. Oh, zie je al? Oh. Nou, Joost. Ik hoorde jou ineens op zeggen. Nou, ik weet dus een vieze glitch in deze map, maar ik hoop niet dat hij dat doet. Ja, je weet het niet. Hè? Misschien heeft hij getraind. Joost, niet achter mij aanlopen. Ik loop achter je aan, Jer. Nee, niet achter mij aanlopen. Het is met achteraanloop. We deden zonder loop. Ik heb ook eigenlijk geen idee waar de ledge nou zit. Ik heb ook echt geen idee. Ik ken deze map ook helemaal niet. Dit is een speciale proppunt map, toch? Weet ik niet. Ja, het is wel zo van die objectjes daar liggen. Het ziet er wel hij is ideaal voor proppunt. Ik ga die plek even checken. Tenminste, als ik de weg nog weet. Ja. Doe jij dat? Dan ga ik die kant niet op. Ja, maar ik zie hier niks. Wacht, hoe deed je de flashlight? Met F. F. Ik ga de Steph only in, joh. Stef? Stef only. Wie is Stef? Ja, Stef, dat is die gozer die hier alleen in mag. In zijn eentje. Verder niemand. Deze... Weet je wat een beetje jammer is? Deze maps zijn een beetje groot voor... Voor twee makkers, ja. This world is too small for both of us. Ja, het ligt er een beetje aan of je gaat rondlopen of niet. Als hij gewoon ergens gaat stilstaan, dan... Nou ja, weet je, kijk, als Joost eraan komt, dan beweegt hij wel even. Ik denk dat Joost zo gaat afmaken. Ja, hij is nu heel dicht in de buurt. Even kijken, ja ik ben... Hey, yeah, gezellig, joh. Ah, joh, check jij dat maar even. Ja, daar ben ik net geweest, maar je mag daar wel even kijken. Ik gok. Volgens mij zag ik hier nou net zo'n ding lopen, jong. Oh. Ja. Hij zit daar. Hij loopt weg. Hij is wel echt moeilijk te zien, hoor. Volgens mij bewoog hij net eventjes. Dat is niet handig, hè? Dat moet je niet doen. Hij gaat natuurlijk niet durven tanten nu, want ik zit echt op zijn hielen. Denk je dat je in de buurt bent? Ja, ik dacht dat ik hem zou lopen. Die dozen weghalen. Ik dacht dat ik hem zou lopen. I'm glad there's no kids around to see this. Ik check alle hoekjes. Want wat ik hier altijd doe... is zo'n van, jij weet ook gewoon nog je strategieën van vroeger. Ja, nee, tuurlijk. Ja, maar dat blijft toch hangen.
Ja, dat is wel waar. Ik kan niet wachten om nu al de... Oh. Hey! Oh, wat? Wow. Wat is gebeurd? Hij heeft zichzelf gedood, joh. Oké, dus dat betekent dat Jeremy als enige nog kan zoeken. Oh. Lekker Joost! Lekker Joost! Ja, tand nu maar, Sledge. Tand maar. Hij loopt daar! Hij loopt daar! Hou nou op, Sledge! Ja, joh! Let's go! Ja. Lekker. Ja. 2-1. Lekker, Jer. De Sledge speelt soms gevaarlijk, joh. Ik dacht al dat hij een schep was. Ik was aan het zoeken. Nee. Gozer, ik wilde weer inzoomen. En er stonden echt 26 dozen en ik ging in één keer dood. Weet je dat ik in de eerste map ook bij zo'n rek dozen stond? En toen dacht ik kan nu rechtermuisknop drukken. Maar dan ben ik hoogstwaarschijnlijk neer. Nou ja, dat is wat er bij mij gebeurde. Jer, we zijn in dust. Hier kan je niet zo heel veel worden, dus... Ja, de Sledge moet creatief gaan zijn met wat voor prop die gaat worden en waar je gaat zitten. Dit is wel een kaal mappie. Net zo kaal als Joost. Ik kijk heel sad de camera in. Ja, ja. Heel jammer dit. Ik maakte hem. Ja, het mag. Het mag. Ik kopte hem alleen in, Joost. Ja, ik heb te veel gekopt. Oké, we gaan beginnen hier. Let's go. Joost, oké. Wacht, stop met lopen. Kop of munt? Oh, voor wat? Ja, wie als eerst mag lopen. Nou, ik maakte gewoon even een kopgrapje. Oh, dit is niet. Dit is Dust 1. Dust 1? Die ken ik niet. Dat is heel verwarrend. Oh, wat deed jij nou? Dat ging pro... Ja, hij bewoog. Hij wiebelde. Maar dat deed jij. Ik pakte hem op, joh. Kut. En jij gooit gelijk je grenade weg. Oké. Oh, nee. Ja, ik ben low. Ja, dat snap dus ik. Hoeveel health heb je nog? Ik moet uitpassen nu. Hoeveel health heb je nog, Jer? Zaas? Nee, 45. Oké. Tenminste, dat is eigenlijk helemaal geen info die jij mag weten. Jawel, dat is wel info die ik mag weten. Ik neem deze barrel mee. Doe een barrel roll. Dan kan ik kijken of die aan het shoelen is. Ik veel rollende barrels, joh. Hoppa. Ja. Op. Ik weet ook helemaal niet hoe groot deze map eigenlijk is. Ik wil dit eigenlijk nog wel een keer weer spelen. Ik hoorde een tandje. Ik hoorde helemaal niks. Oh. Ik ga toch even kijken waar dat vandaan kwam. Maar jij bent er geen schieten, Jer. Ik ben bang. Nee. Oh! Ja. Daar komt de Sledge het beste juken. Ondertussen in het spel. Het blikje is aan het rennen. Klopt. Het is wel de eerste keer dat hij echt flink aan het rennen is. Hey, doe dat nog eens log. Log en heldje. Ik denk niet dat hij dat gaat doen. En dan een pijl. Oké, dit is balen. Sledge, if you are zelfverzekerd. Kits. Volgens mij is hij verplaatst. Yeah, hij zit bij jou. Hij zit bij jou, Jer. Nee, hij is hier niet. Jer? Nee, hij is hier niet, Joost. Joost, hij is hier niet. Waar zit hij? Ik heb... Joost, fuck off, man! Oh, ja, toch? Ja, ik wou het zeggen. Joost heeft hem wel. Heeft Joost klaar? Oh, nee. Jeremy stond er gewoon op. Oh my god, Joost heeft weer een win. Oh, you fucking serious, bro. Ja, de grenade of life. Ik hoorde je schieten. En ik denk, ik ga gewoon kijken waar het vandaan komt. En toen kwam er ineens een baksteen. Nou, joh, flikker toch op, joh. Stik in je huig op daarbovenaan de scorelijst. Ik hoop dat je je goed voelt. Jer, die punten, joh. Incasseers, ik neem ze in me. Ja, die punten heb je, maar dat haar krijg je nooit meer terug. Guys, dankjewel voor het kijken, dames en heren. Morgen weer een nieuwe Versus the Sledge met twee gasten die gaan strijden tegen de Sledge. Ik ga naar de Danger Zone. Maar goed, die kluts ik toch altijd weer. Maakt me geen reet uit. Hé, daar kan je ook punten verdienen, Jer. Ah, joh, stik er toch in, Joost. Ik wil niet meer... Weg. Ik heb me nog nooit zo geroost gevoeld. Heel jammer. Ik ga even kijken. Tot de volgende keer. Laat.